Nou ja, e-health en mobile healthcare staat hoog op de agenda bij het LUMC. Dus het staat ook in ons strategisch plan. We hebben net een veranderprogramma gehad waar we een aantal projecten hebben gedaan op basis van of op het gebied van e-health. Er komt nu een verlenging van 3 jaar waarin ook weer de e-health en m-health hoog op de agenda staan. Ik denk dat we veel meer kunnen gaan doen via devices. Dus zowel echt mobile healthcare als e-health. Dat we veel meer op afstand kunnen monitoren. Dat we dus veel minder onnodig contact kunnen hebben. En dat we daarmee de zorg efficiënter, maar ook zeker effectiever kunnen maken. Ik denk dat we echt in mogelijkheden moeten gaan denken in plaats van altijd in de beperkingen van hoe gaat het met de privacy. Het is ontzettend belangrijk, moeten we zeker ook aandacht aan besteden. Maar laten we ook kijken van wat kunnen we doen? Wat is er nog mogelijk? En waar kunnen we nou echt, waar zit het laaghangend fruit? Waar kunnen we die grote stappen zetten? Nou, wat ik daar wel heel leuk vond is dat er een verbinding werd gelegd ook met andere business. De presentatie van KPN was heel interessant. Dat zijn dingen waar je misschien in de zorg minder snel bij nadenkt over de veiligheid en hoeveel aanvallen er per dag of per week voorkomen. Dus dat vind ik wel iets wat echt erin zou moeten blijven. Gewoon echt ook die connectie met andere vakgebieden, zeg maar. En ik hoop gewoon in volgende edities gewoon nog meer ontwikkelingen te kunnen zien en gewoon de best practices ook daarvan mee te nemen.